Hey, ik ben Ine en ik werk sinds 3 jaar op de Reide. Ik sta op de campus in Genk, in huisje 5. Ik sta in een leefgroep met jongeren met gedragsproblemen en emotionele problemen en dat in combinatie met een verstandelijke beperking. Het is dus een GES-groep. GES, dat is eigenlijk een afkorting voor gedrags- en emotionele stoornissen en dat maakt het voor mij net interessanter om hier te werken. Het zijn ook allemaal jongeren. Het zijn 9 jongeren die hier verblijven en ze hebben allemaal een leeftijd van 16 tot en met 23 jaar. Dus de doelgroep vind ik super boeiend en vooral daarom werk ik hier heel graag. In een leefgroep wordt er een vast dagschema gevolgd, want de kinderen hebben die structuur ook wel nodig. Maar uiteindelijk, je werkt met mensen en daardoor is elke dag toch volledig anders. We hebben ook dagelijks activiteiten die we doen, zowel voormiddag als namiddag. En dat kan zijn gaan fietsen, gaan wandelen, met de bus van te rijden, rondrijden, ergens naartoe gaan, een daguitstap maken. We kunnen ook snoezelen en te rijden heeft ook een luchtkussen waar de bewoners zich ook kunnen uitleven. Daarnaast hebben we ook een golfkarretje waar we mee kunnen rondrijden op het terrein. En dat vinden de kinderen eigenlijk ook heel plezant. Het is vaak iets heel simpel waarmee je de kinderen heel blij kunt maken. Als je hier komt werken, dan word je ook mentor van 1 of meerdere kinderen. En dat is eigenlijk heel fijn om die verantwoordelijkheid te krijgen, want dan gaat je met de ouders meer in gesprek. Jaarlijks of 3-jaarlijks is er een handelingsplangesprek. En dan gaat je gelijk na welke dingen nog belangrijk zijn voor dat specifieke kind. In een GES-groep heb je ook soms te maken met agressie. En uiteindelijk is het iets wat niet dagelijks voorkomt, maar wat wel regelmatig gebeurt. Het ding is, we werken hier heel hard preventief en dat maakt dat wij het soms ook kunnen voorkomen dat een situatie escaleert. Anderzijds moeten we ook niet altijd conflictvermijdend werken, want zij hebben ook behoefte om hun emoties te uiten eigenlijk. En dat is voor hun ook soms op die manier. En eigenlijk moeten we hen accepteren zoals ze zijn en proberen hen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Als opvoedster werk ik ook altijd in teamverband. Dus het is ook heel belangrijk dat je leert om samen te werken. En dat zowel met je team, maar ook als met de ouders van de kinderen. Te rijden te werken heb ik echt het gevoel dat ik gegroeid ben. En dat zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak. Op professioneel vlak heb ik heel veel groeikansen gekregen en ben ik veel zelfzekerder geworden in de werking. Maar ook op persoonlijk vlak ben ik dankzij mijn geweldige team en ook door de bewoners echt gegroeid. Als jullie zelf willen ervaren hoe je kan groeien door de bewoners, dan zou ik zeggen, solliciteer gewoon op te rijden.